Hoe ver liefde voor het vak kan gaan is wel te zien aan deze Instagram-post. Een voormalig buschauffeur wilde niets liever dan begraven worden in zijn vertrouwde bus. En daarom maakte zijn familie deze busgrafkist. Je kijkt naar de Z60 met de meest opmerkelijke RTL Z-topics op social media. We gaan van sterven voor de zaak naar een stervende zaak. Want Shell stopt namelijk met het thuisbezorgen van benzine. Een dik jaar geleden startte Shell met de pilot Tap-Up. En dit elektrische autootje ging langs bij auto-eigenaren om daar te tanken terwijl zij aan het werk waren. Voor een tankbeurt moest €3,95 extra worden betaald. En Shell stopt omdat er niet genoeg animo is voor de dienst. Toch is het bedrijf niet teleurgesteld, want op de zakelijke markt lijkt er wel interesse. Ja, en twitteraar Bob die heeft nog wel een verklaring voor de tegenvaller. Hij zegt, het kan ook geen succes worden als niemand van het bestaan af weet. Dankjewel Bob. Denk je aan de dood, dan denk je al snel aan een geweer. En denk je aan een geweer, dan denk je misschien al snel aan de Kalashnikov. Maar als het aan het Russische bedrijf ligt, denk je binnenkort ook aan een elektrische auto. De wapenleverancier heeft namelijk de Electric Supercar CV1 gepresenteerd. Een prototype met een actieradius van 350 kilometer. Deze Tesla killer is gebaseerd op deze Russische oldtimer, maar onder de motorkap is hij dus gewoon hypermodern. Kalashnikov heeft wel ervaring met het maken van bijzondere voertuigen, voornamelijk voor militaire doeleinden. Zo maakte het vorig jaar deze reusachtige drone waarop je kunt zitten. En tot slot, wil je niet doodgevonden worden achter dat saaie bureau van je? Dan wordt het misschien eens tijd voor een nieuw bureau. Wetenschappers van het MIT Media Lab kwamen met een oplossing. Dit bureau past je werkomgeving aan je stemming. Zo zijn er 5 verschillende omgevingen. Bos, bibliotheek, vliegeraars, stad en neutraal. Trackers in het bureau signaleren de stemming van de gebruiker door bijvoorbeeld te kijken naar de hartslag en naar de gezichtsuitdrukking. En daar wordt vervolgens de sfeer van het bureau op aangepast. De lampen dimmen, het decor verandert een beetje en er klinken andere geluiden. Volgens de onderzoekers bevordert het bureau de concentratie, maar het is wel nog een prototype, dus nog niet te koop. Ja, tot zover deze Z60. Maandag staat hier weer gewoon de oude vertrouwde Gerben van Driel. Dan wil ik graag nog even van de gelegenheid gebruik maken om heel veel mensen te bedanken voor al hun enthousiaste reacties op Facebook, YouTube en Twitter. Wietse bedankt, Joël bedankt, Bart ook bedankt. Lekker social, past helemaal bij deze rubriek. Deze slechtste presentator ooit gaat er vandoor. Tot later.